zoek naar avontuur. Marble Pony, Marble Pony, vrolijk spelen in de natuur. Kijk al mijn vriendjes, zingen en springen, ze houden zoveel van jou. Marble Pony, Marble Pony, kom begin nu maar gauw. We komen heel graag bij jou. En als je mij hoort zingen, swing dan voor het raam en doe met mij de moonwalk. Baby Heartrop, ga zitten. Nightjes, ik kan niks zien. En ik kan niks horen bovendien. Laat mij maar even. Baby Heartrop, ga zitten alsjeblieft en stil zijn. Nou, ik geloof dat ze nu afgekoeld is. Maar die flauwekul heeft me wel mooi een lekker ijsje gekost. Oh, eigen schuld, dikke bult. Maar we halen wel een ander ijsje voor je. Wij gaan mee. Ik heb beloofd jullie meteen terug te brengen. Ach toe, Megan. Het is maar heel eventjes. Nou, goed dan. Maar meteen terugkomen. Oké. Kom op, snel, snel. Zo, zo. En wat hebben we hier dan? Mijn jonge schoonheden, hoe gaat het ermee? Mijn naam is Zeb en hoe heet jullie? Baby Haathrop. Baby Haathnoot. Baby Lofty. Goh, werk jij bij de show? Nou, nee. Maar ik ben de manager van Nightshade. Nightshade? Zo, zo. Jullie zijn vast een zeker fans. Zouden jullie hem willen ontmoeten? Nou, en of? Dan kom maar met mij mee. Ik zal jullie aan de superster voorstellen. Wat leuk jullie allemaal te ontmoeten. Mogen we morgen terugkomen, Nightshade? Oh, sorry. Maar wij reizen meteen weer verder. Oh, waarom moet je weg? Morgen moeten we spelen in het plaatsje Rosedale. Nightshade, misschien willen onze vriendjes wel de kampplaats zien voordat we verder gaan. Jammer dat ik zelf niet mee kan, maar ik heb nog veel te doen. Nou, oké, Zeb. We zijn zo terug. We moeten ze gaan halen, Molly. Jullie blijven hier wachten. Hey, we zoeken 3 babyponies. Heb jij ze gezien? Oh ja, natuurlijk. Ze waren net nog hier, maar ik heb ze teruggestuurd naar hun huis. Oh, gelukkig. Bedankt voor de hulp. Graag gedaan. Heel graag gedaan. Ze zijn teruggegaan naar Paradise Estate. Wat? En waar blijft mijn ijsje dan? Laat maar zitten. Kom jongens, we gaan kijken of de baby's veilig zijn aangekomen. En wat vinden jullie van ons kampje? Leuk, erg leuk. Luister eens, hebben jullie soms zelf ook muzikale talenten? Ik wel. Ik wil in het achtergrondkoortje van Nightshade. Nee maar. Willen jullie zingen met Nightshade? Dat vind ik een hele eer. Nou, ik zing beter dan Baby Heartthrob. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dat was heel goed. Maar als jullie nou samen zouden zingen, zou dat niet beter gaan? Zingen, oh, ik hou van zingen. Zingen, oh, ik hou van zingen. Zie je dat het veel beter gaat als je samenwerkt? Dus
Jullie willen wel mee op tournee, hè? Je moet wel snel beslissen, want we gaan gelijk verder. Ja! Hier zijn ze niet en ook niet in de speelkamer. Waar kunnen ze zijn? Ik weet het niet, maar we zullen het aan de anderen moeten vertellen. Wat vertellen? De baby's zijn weg. De baby's? Rustig, Heartthrob. Zijn jullie ze kwijtgeraakt bij het concert? We gaan zoeken. Ik zal het even uitleggen. Megan, denk je dat er iets gebeurd is met de babyponies? Misschien zijn ze ontvoerd door Nightshade. Dat monster! Ik ga meteen achter hem aan. Nee, Lofty. We kunnen beter naar Paradise Estate teruggaan en dan een zoektocht organiseren. Zeker, de babyponies zijn kwijt, maar we zullen ze vinden. Lofty, ga jij met de eerste groep mee. Goed, Wizard, jij geeft de boodschappen door. En Galaxy, jij gaat met ons mee. Fizzy, en jij gaat met hun mee. Zingen, oh, ik hou van zingen. We staan in het licht en zingen voor jou. Alles in orde, baby Havenoot? Ik voel me zo vreemd. My ponies, dit is ook veel te veel voor één dag. Oh, ja, yeah, ja. Yeah. Zeb, je hebt gelijk. Jongens, gaan jullie even een dutje doen? Oh, ik voel me ook niet zo lekker. Ik ook niet. Oh, kijk! Wat bleek? Als een geest. Ik ben ziek. Ik ben te ziek om te vliegen. Baby Lofty, Baby Lofty, je schaduw. Je schaduw is weg. Alle schaduwen zijn weg. Waar zijn de schaduwen? Hallo, ik ben Kammenbeer, burgemeester hier. Wat kan ik voor jullie doen? Hallo, Beer. We zijn op zoek naar een muzikant, Nightshade. Nightshade, zeg je? Nightshade, Nightshade. Hm? Heeft u hem gezien? Misschien wel, misschien niet. Ja of nee? We moeten echt weten waar hij is. Nou, daar kom je mooi niet achter. De babyponies terugvinden. What is er? Je hebt onze schaduwen gestolen. Je moet ze teruggeven. Je bent geen vriend. Je hebt ons ziek gemaakt. Baby Love, die heeft gelijk. Nee, nee. Nightshade is geen dief. Heeft iemand jullie schaduwen gestolen? Wat een grap! Geen grap, het is waar! Lach maar, we gaan naar huis! Waar gaan jullie naartoe, baby's? Kleine ponies mogen niet alleen in het donker! Ja, want in het donker kan iets vreselijks met jullie gebeuren.
ons al aan het zoeken. Laat ons los! We moeten de babyponies vinden. Hou maar op, ze laten ons niet los. Maar we hebben toch niks gedaan? Niks gedaan? Jullie hebben van alles gedaan. Of in ieder geval jullie vriend Nightshade. Wij weten niet wat er aan de hand is, maar we zullen de rest tegen jullie beschermen. Maar Nightshade is niet onze vriend. Ja, dat kan je nou wel zeggen. Zeggen? Ik weet het. Meneer de burgemeester, kijk naar de zieke kinderen. Ze hebben geen schaduwen. Daarom zijn ze ziek. Nightshade heeft hun schaduwen gestolen. Maar dat is het. Ze zijn niet compleet. Ze zijn gespleten. Want het verlies van je eigen schaduw betekent ook een deel van jezelf verliezen. Alsjeblieft, meneer de burgemeester, u moet ons laten gaan. Wat bij uw kinderen gebeurd is, kan nu bij de babyponies gebeuren. We moeten Nightshade stoppen. Nou, misschien laat ik jullie gaan. Ja! Hoera! Hoera! Maar Sheriff Rick en ik gaan mee. Jullie hebben onze hulp nodig om voorbij die ratten van Rodi's te komen. Niemand komt ons redden. Ze komen vast wel. Niet opgeven. Hé, hey, moed houden. Waar kunnen de babyponies toch zijn? De baby's! De kust is veilig. Zo! We zijn zo blij jullie te zien. Wat zijn jullie bleek? We zijn ziek. Onze schaduwen zijn gestolen. Dat zetten we Nightshade betaald. We zullen hem dwingen de schaduwen terug te geven. Daar is hij. Erachteraan. Waar? Hij is op weg naar zijn vrachtwagen. Pak hem! Kijk daar in die spiegel. Nou, kijk eens. Die spiegel mag ook wel eens gepoetst worden. We zullen jullie laten boeten voor alles wat jullie gedaan hebben. Yep. Gemene dief. We moeten Nightshade vangen. Hij heeft de schaduwen van de baby's. Ik wou het niet doen. Waarom deed je het dan? Hij heeft me gedwongen. Wie? Erebus. Hij is een tovenaar. Hij ziet eruit als een donkere wolk. Oh, dat hebben we in de spiegel gezien. Ja, zo geeft hij mij bevelen. Welke bevelen? Om schaduwen te stelen. Eigenlijk steelt Zeb ze. Hij duwt ze in een taas. Dus de schaduwen zaten in het tasje dat hij bij zich had? Dat klopt, ja. Yeah. En wij hebben hem laten gaan. Bracht hij ze naar Erebus? Ja, yeah. Dus ik kon de schaduwen niet teruggeven. Ik heb ze niet. Wat doet Erebus met de schaduwen? Dat weet ik niet precies. Maar ze geven hem macht. Macht om mij te dwingen en bevelen op te volgen. Ik kom van Greyville. Die plaats heette eerst Bright Valley. Ik probeerde daar popster te worden, maar niemand kwam kijken. Ik wou het al opgeven. En toen kwam Erebus. Hij zei dat hij een tovenaar was en hij beloofde een ster van me te maken. Hij wou er alleen wat medewerking voor terug. Het eerste concert in Bright Valley was een succes. Iedereen was er. Maar terwijl ik zong, stal Zeb alle schaduwen. Zelfs die van mijn moeder. Toen
Toen ik zag wat Erebus had gedaan, weigerde ik nog langer voor hem te werken. En ik eiste alle schaduwen terug. Maar hij dreigde mijn schaduw te stelen. En hij lachte me uit. Ik wist nog niet dat de schaduw hem energie en magische krachten gaven. Hij gebruikte de energie van de schaduwen om van henzelf één grote energy walk te maken. Ik weet niet hoe hij dat doet. Het is een geheim. Misschien weet Zep het niet eens. Toen moest ik van Erebus op tournee. En hij stuurde Zep mee om schaduwen te stelen. En hoe beroemder ik werd, hoe meer fans er kwamen. En hoe meer schaduwen er gestolen werden. En hoe machtiger Erebus werd. Zijn behoefte aan macht is eindeloos. En ik moet Zep helpen om voor nog meer schaduwen te zorgen. En als ik niet help, steelt hij mijn schaduw. Dat is het einde van mijn carrière. Maar erger nog, dan zou ik Grey Valley nooit meer kunnen helpen. En mijn moeder beter maken. Oh, laat hem toch gaan. Hij wilde ons geen pijn doen. Wat denk jij? Ach, de arme ziel had geen keus, of wel soms? Dank je, baby Heartthrob. You know, het is zo fijn als iemand wat om je geeft. Ik heb een fantastische moeder. Maar die... Ze moet leven in schaamte voor wat ik haar en Grey Valley heb aangedaan. Ik denk dat we Nightshade moeten helpen. Moeten we zelf tegen Erebus vechten? Ja, alleen op die manier kunnen we de schaduwen van de baby's terugkrijgen. En de schaduwen van de kinderen, Yup. En die van mijn moeder en de rest van Greyville. Nou, waar wachten we op? Nightshade, breng ons naar Greyville. Waar is iedereen? Ze hebben zich verstopt, denk ik. Nightshade! 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 Durft om hier terug te komen, gemene Nightshade. En daar zul je spijt van krijgen ook. Het hoeft niet meer, het spijt me. Ga toch weg, vertrek. Het hoeft niet meer, het spijt me. Met je grote bek. Jij bent die gemene vent die iedereen hier kent. Jij ging er met onze schaduwen vandoor. Ja, ventje, wij hebben jou door. Het hoeft niet meer, het spijt me, vertrek toch goed al op. Het hoeft niet meer, het spijt me, vertrek toch geen schiet op. Jullie zijn niet welkom hier, vertrek toch goed al op. Het hoeft niet meer, het spijt me, met je grote bek. Het hoeft niet meer, het spijt me, hé je lieve krek. Het spijt me, het hoeft echt niet meer. Het spijt me, het hoeft echt niet meer.